Goedemorgen dames. Daar zijn we weer. We gaan weer eens een leuk kaartje maken. Voor mij alweer even een paar dagjes geleden dat ik dat live heb gedaan. Soms komt het er ook gewoon even niet van, zoals gisteren hier. Drukke dag was het gisteren. Vandaag hebben we ook voor jullie weer veel op de planning staan. Want we hebben nu een tikkie live. Dan na de boterham om 1 uur vanmiddag, dan is Nathalie er ook. En Nathalie heeft ook heel veel leuks voor jullie in petto. Met de collectie Nature's Dream. En ook met de nieuwe stansmallen van Elizabeth Craft. Hè? Die leuke beer en al die nieuwe diertjes die uitgekomen zijn. Die gaat ook weer een live workshopje met jullie doen. Samen met Joyce erbij. Dus dat is om 1 uur. En vanavond om 7:30. Dan is deze... Nee, 7:30. Ik zeg het fout. Vanavond om 7:30 dan is deze ook. En die gaat ook met de nieuwe inkten van Studio Light aan de slag. Ik ben daar zondag ook al mee aan de slag gegaan. Hè? Hartstikke veel pigment zit erin. Ik vind ze echt helemaal te gek. Ik heb alleen het blauwe setje pas opengemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Denk je van, ik wil die 6 setjes met nieuwe Studio Light inkten shoppen. Afgeprijsd van €41,99 voor €33,99. Oh, Wilma, ben je ziek? Nou, dan zorgen we misschien een beetje voor een beetje vermaak. Heel veel beterschap. Nou, we gaan lekker aan de slag, dames. Eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Want we hebben bericht gekregen van Studio Light dat de nieuwe Craftlab collectie dat die vertraagd is. Die komt niet vrijdag de 17e, maar een week later. Gluur ik even in mijn agenda. Die komt dus pas vrijdag de 24e komt die uit. Dus dat is een weekje later. Dus de nieuwe Craftlab release die kan nog niet in deze ronde... Tikkie mandjes mee. We hebben dan ook besloten dat we woensdag de 15e af gaan werken. Dus dat is volgende week woensdag pas. Dus we hebben nog wel lekker een hele week om toe te kunnen voegen. En er staat ook nog heel veel op de agenda. Maar woensdag de 15e, dan begint Lia dus meteen in de ochtend met afwerken. Dus of je echt uiterlijk dinsdag de 14e je laatste tikkie bestellingen aan ons door wilt geven. Want dan gaan de mandjes dicht. En dan gaan we volle bak scannen, want anders gaan we daar ook niet redden in 1 dag. Dus dat is over de nieuwe Craftlab. Je kan de nieuwe Craftlab nu natuurlijk al wel in pre-order bestellen. Dan komt het alleen de week erna in je mandje. Dus dat is verder geen probleem. Ik ga namelijk ook zometeen met iets uit de nieuwe Craftlab release al werken. Ook gecombineerd met bestaande Craftlab. Ik wou jullie nog iets zeggen. Oh ja, ook over de spotlight artikelen. Nou, we trekken lekker heel de voorraad leeg bij Marianne Design. De raampjes zijn inmiddels op, die we in de spotlight hadden. Maar helaas ook de etagère met de macarons kunnen we ook niet meer bijbestellen. Dus er zijn toch een hoop mensen die we teleur moeten stellen. Dus die krijgen allemaal via Facebook, worden die getagd, als je de mal dus niet meer in je mandje krijgt. Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dames. Spotlight artikelen zijn altijd uitverkoopartikelen. Daarvoor geldt altijd op is op. Ik ga dus even beginnen met de spotlight laten zien die ik vandaag ook ga gebruiken. Ik denk dat we er nog een stuk of 20 of zo hebben. Ik ga met deze collectibles mal vandaag aan de slag. Dat is de spotlight van de boom, het hekje en het poesje. Die is ook met 50% korting van €9,99 voor €4,99. Die kunnen we ook niet meer bijbestellen, want er waren de laatste van Marianne. Die ga ik straks... gebruiken met alles wat ik hier lekker op tafel heb liggen. Nou, verder ga ik aan de slag met het nieuwe knipvel van Bella Lulu. Die heet Miauwie Cadmus. Ik dacht, ik wil eigenlijk bij het paperpad van Craftlab wil ik ook een bijpassend knipvelletje maken. Want we hebben natuurlijk wel onze poes Oliver, hè? Die kun je natuurlijk ook gebruiken. Maar misschien heb je niet altijd zin om een diertje te maken. En dan kun je dus ook... de plaatjes uit het knipvel bestellen. Ja, Christa, dat heb je goed gezien. We hebben inderdaad een hele vette combi-deal voor jullie gemaakt. Met de blauwe power tape van JJ. Afgeprijsd voor €19,99. En dan krijg je 3 rolletjes 3 mm. 3 rolletjes 6 mm. En 3 rolletjes 9 mm. Dus dat kan zeker via deze Tikkie Live, Christa. Dus... wil nog iemand anders de blauwe power tape van JJ bestellen als combi-deal? Dan gooi je het er maar gewoon in. Token van Deursen, probeer even goed te omschrijven wat je bedoelt. Dit blokje, ik denk dat je die bedoelt. Als je zegt papier friends.
Dit blokje dat heet Powerful en die is van Kraftlab. En dat is dus allemaal met poesjes, ook met poesepootjes, schuine streepjes. Ik heb een wolpatroontje erin gedaan in verschillende kleurtjes. En dan zitten er nog van die all-over printjes in met allemaal poesen. Die kun je ook uitknippen als je dat leuk vindt. Het blokje Powerful, probeer hem goed te omschrijven. Die kost €7,99. En het bijpassende knipvel, Miaui Catmus heet die, die kost €1,99. We hebben voor jullie ook een combi deal. Dit blok met dit bijpassende knipvel, dan betaal je dus geen €9,99, maar dan betaal je €7,99. En dan benoem je hem dus even het combi dealtje Miaui Catmus. Dus het blok met het knipvel. Zet er dan ook dan maar eventjes bij. Dus ja, het is misschien een beetje moeilijk. Miaui Catmus, dat is de naam van het nieuwe Bella Lulu knipvelletje. En ik heb dus ook bewust, kijk, ook de patroontjes uit het paperpad, net zoals het wolpatroontje. En deze print zit ook in het paperpad, die heb ik allemaal terug laten komen bij de poesjes. Dus het knipvelletje Miaui, die gaan we zo meteen ook gebruiken. Die kost dus €1,99. En deze, ook net als die pootjes en zo, kun je ook weer als hondenpootjes gebruiken als je dat natuurlijk wil, hè? Dus de combi deal Miaui Catmus, het blokje met het knipvel, geen €9,99, maar €7,99. Dan gaat er €2 gaat er af. Deze die lag me al heel de tijd aan te staren, dames. De nieuwe Essentials Mall die uit gaat komen van Kraftlab. En dat is echt wel een hele leuke die je ook eventjes live moet zien. Deze die heet Stitched Square. Want het is weer een vierkante stansmal. Met allemaal mallen erbij die allerlei stiksteekjes stansen. Die zal ik dadelijk natuurlijk ook even close-up laten zien. En je hebt dus heel veel verschillende laagjes. En daar kun je dus ook allemaal van die openingen uitstansen. En daar gaan we van alles uit laten piepen. Dat is eigenlijk het idee. Deze kun je dus al wel in pre-order bestellen. Stitched Square, de stansmal van Kraftlab, die gaat €19,99 kosten. Oh, Ria, en je hebt het voorbeeld nog niet gezien. Zal ik dadelijk laten zien hoe leuk dat is. Nou, ik heb dus allerlei laagjes al gestanst uit mijn paperpad Powerful. Ik zal hem eerst even los alvast aan jullie laten zien. Kijk, je krijgt eigenlijk een beetje van die doorkijkjes. Dus dan kun je natuurlijk met allerlei poppetjes of knipvellen kun je dat doen. Hier gaan we zo meteen ook allemaal foamtape tussen zetten. Dus dan krijgen we echt lekker diepte erin. En hier stanst hij dus ook weer van die leuke stiksteekjes. Maar als je denkt van, oh, ik wil hem gewoon als basismal. Dat kan ook, hè. Dan gebruik je hem gewoon zo. Dus het is maar net wat je zelf wilt. Ik heb ook die uitsparingen. Die heb ik ook expres weer als losse stansen erin gedaan. Misschien denk je wel van, nou, ik neem een cirkelstans en daar wil ik deze uitsparing uitstansen. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik probeer ze altijd zo basic mogelijk te houden, dames. Onze basismallen van Kraftlab. Even een beetje foamtape erbij, als we dadelijk gaan bouwen. Ja, dat nieuwe knipvel is leuk, hè, dames. Ja, ik denk Monique dat jij dan de combi deal Kraftlab oktober bedoelt. Want die is dus al uit. Dus dan moet je het eventjes goed benoemen wat je bedoelt. Dus de combi deal Kraftlab oktober is dat. Dat was heel die poesenserie. Maar ook de cirkelstans en van alles. Nou, we gaan beginnen. Met het eerste laagje. Ik heb tussenin natuurlijk allemaal het Bella Lulu cardstock gewoon gebruikt. Hè? We hebben die pakken nog op voorraad, dames. Maar we gaan naar een kleinere verpakking trouwens toe. Dus wil je die pakken van 100 nog voor €31,99? Dat kan. Maar we gaan mixpakken maken, ook met minder erin. Dus dat gaan we doen. Want we hebben gemerkt met die kerstkleurtjes, hè, dat kerstrood en kerstgroen. Dat loopt eigenlijk wel hard. En als je dus gewoon 2x25 vel hebt, dan heb je vaak toch al wel genoeg. Deze ga ik jullie even laten zien. Voor de mensen die hem nog niet kennen, want ik gebruik die altijd wel achter de schermen. Maar ik denk, we hebben heel veel nieuwe kijkers. Dus dan ga ik het ook eventjes aan laten zien. Dit is een tape runner. We hebben heel veel tape runners in het verleden al gehad.
Deze van Scrapbook Adhesives is een hele fijne. Vooral ook als je de tape wil gaan vervangen. Kijk, want je kunt hem heel makkelijk openklappen. En dan pak je dus gewoon die hele cassette eruit. En deze cassettes kun je dus gewoon als navullingen kopen. Die kosten €9,99. Die zet je er zo in. Hoef je niet zelf allemaal die tape op die geleiders en zo te doen. Dat vind ik altijd zo'n dingetje. Klap je hem dicht en hij doet het weer. Als je hem koopt, kost hij €19,99. Dan zit er dus al zo'n cassette met 40 meter tape zit erbij. Hè? Dus dit is een beetje voor de lange halen. Als je gewoon iets plat op je kaartje wilt plakken, breng je dus op deze manier met die IZ tape runner heel makkelijk de tape aan. Want dit eerste laagje, daar ga ik geen foam tape tussen doen. Dat vind ik niet nodig. Ik heb bij deze mal trouwens ook, dames, heb ik bewust. Ik dacht, ik doe een keer wat anders. Als ik normaal een matstans maak voor Kraftlab, laat ik altijd iets minder ruimte ertussen. Maar ik dacht, ik doe nu eens een keer een halve centimeter. Leek me ook gewoon wel een keertje leuk, toch? Beetje variëren af en toe. Kijk, deze, daar wil ik dus wel allemaal foam achter. Want die wil ik dus een beetje verhoogd op elkaar, want dan krijgen we diepte. En dan kunnen we daar straks onze poppetjes tussen gaan plakken. Dus dit eerste laagje, ik heb ook zo'n schuin streepje uit het blokje Powerful. Die gaan we als eerste al even aanbrengen. Ik neem mijn vase foamstukjes even erbij, hè, dames. Die rollen kennen jullie wel. Daar zitten dus van die voorgesneden stukjes foamtape op. En die foamtape is 2 mm, dus lekker een dikke als je dus wat diepte wilt maken. Een rol foamtape van Vase, die kost €2,50. En dan krijg je 250 van die losse stukjes foam. Hoef je lekker niet te knippen. Nou, Karen is trouwens ook heel de winkel nog aan het ombouwen samen met Jeroen. Dat ga ik dadelijk ook nog wel even laten zien. We hebben een heel rek ook even helemaal apart gemaakt met allemaal foam. Want daar hebben we natuurlijk in alle soorten en maten ook van een hele hoop merken. Ja, dus dit is de Vase foam tape. Oh, wat dom, dames. Ik doe het verkeerd. Ik zit aan de verkeerde kant te plakken, maar dit kan ook wel in het grijs. Kan ook gewoon. Doen we het even zo. Ik had eigenlijk het streepje bedacht, maar ik zit gewoon te kletsen en dan zit ik aan de verkeerde kant mijn tape erop te plakken. Kijk, deze kan ook het grijs. Het voordeel is van die blokken natuurlijk, dat alles altijd bij elkaar past. Dus daar hoef je verder niet over na te denken. Hier wil ik dadelijk nog het een en ander achter gaan steken. Dus ik ga nou niet die dikke foam gebruiken. Doe ik gewoon even een paar foamrondjes van Nelly Snelle. Het is maar dat het vast zit met een beetje diepte. Kijk, die foamrondjes van Nelly, die zijn ook super handig. Die zijn ook €2,50 voor een velletje. Ja, dat zijn twee verschillende dingen inderdaad, Wilma. Het papier waar ik nu mee werk, dat is van de bestaande collectie. Hè. Die is al uitgekomen. Dat is de Poezencollectie. En de nieuwe wintercollectie van Kraftlab, die komt dus 25 november pas uit. En daar zit dus deze basismal zit daarin. Dus het zijn twee verschillende releases die ik nu eigenlijk door elkaar heen gebruik. Dus even goed aangeven wat je wilt. Kijk, hier zit het kleinste gat in. En dan gaan we hier ook weer met die grotere afbeelding aan de slag. Nou, ik had al wat poesjes geknipt. Kijk hoe snoezelig dat ze zijn. Ze zijn toch super schattig. Daar gaan we zo meteen die mal mee aankleden. Ik zal ondertussen even jullie reacties lezen. Even kijken wat waarin past. Kijk, dit is bijvoorbeeld al heel leuk, dacht ik zo, hè, om hier dan uit te laten steken. Dus hier plakken we ook even een paar foamrondjes op. En dan ga je eigenlijk in die openingen ga je die poesjes plaatsen. Dan krijg je dadelijk een heel gezellig tafereeltje natuurlijk met allemaal poesen.
Kijk, dus deze komt hier zo. Die gluurt dan hier zo naar buiten. En ik had me bijvoorbeeld ook al bedacht om er hier nog gewoon eentje achter te doen. Die plak ik wel meteen gewoon achter mijn gele papiertje. Wilma in de brasserie mogen inderdaad helaas geen honden. Maar we hebben wel buiten een verwarmd terras, Wilma. Dus daar kun je wel gewoon met je hond zitten. Maar ja, in de brasserie willen ze liever geen honden. Kijk, deze ga ik gewoon even zo hier al achter plakken. Die gluurt dan hier zo over het randje. En dan ga ik er ook één hier zo achter zetten. Dan moet ik even kijken hoe dat met de andere poesje natuurlijk uitkomt. Kijk, hij moet eigenlijk niet te veel daar overheen. Dus dan moet hij wel een beetje hier op zijn plaats blijven. Zie je dat? Dus die plakken we er ook even achter. Dat is alleen jammer, dan zie je zijn staart niet. Ik ga zijn staart aan de zijkant eruit laten komen. Dus die knip ik even af hier. Hier doen we ook een beetje plak aan. Kijk, en zie hoe snoezelig dat er dan is. Dan vallen ze zo meteen zo over elkaar heen. Dan wil ik hiervoor ook nog een poesje doen. Ik had me ook nog bedacht, kijk, hier kun je ook gewoon zo weer een poes achteruit laten piepen. Dus ik heb bewust dit knipvel alleen met heel veel poesen gemaakt, zodat je lekker veel poesjes kunt knippen en daar gewoon je kaartje mee aan kunt kleden. Dus hier kan nu ook al tape achterop. Daar ga ik ook mijn foamrondjes even voor gebruiken. Goedemorgen iedereen die nog binnenvalt. We zijn een lekker snoezelig poesenkaartje aan het maken, dames. Dus kijk lekker mee. We hebben trouwens aanstaande zaterdag in de winkel ook weer wat leuks op de agenda. Want dan hebben we twee demo's. Patricia Choi komt een demo geven met de nieuwe Sweet Stories collectie van Studio Light. En Sylvia Theo, die is er, die komt een demo geven met de nieuwe Dutch Badoo collectie. Hadden we ook nog geen demo mee gehad in de winkel. Dus dat is allebei aanstaande zaterdag, de 11e. Zo, hier heb ik wat rondjes op gedaan. Die gaan we er dus even afpeuteren, de beschermfolie. Ja, het nieuwe knipvel, Francine, die heet Miaui Catmus. Ik zal hem zo nog even laten zien. Die kan er dus ook lekker bij in jullie tikkiemandjes, dames. Als jullie nog toe willen voegen, je mag ook andere dingen toevoegen. Ik heb namelijk een hele leuke spotlight die ik dadelijk ook ga gebruiken. Kijk, en deze ga ik dan hier zo netjes in het midden weer erop plakken. Ook weer met een foompje dus erachter. Kijk, en dan zitten die poesjes, vallen dan al zo heel snoezelig, vallen die over elkaar heen. Dit is dus het knipvelletje. Hij heet Miaui Catmus. Als je die wilt bestellen, die is €1,99. En die kleurtjes, die passen dus weer precies bij dit peperpetje wat afgelopen maand al uit is gekomen. Hè. Die is van Kraftlab en die heet Powerful. Pauw van Pootje, P-A-W. Ja, ik ben helemaal nog niet klaar, Marianne. Ik moet nog verder met mijn kaartje. Shop je het knipvel en het blokje samen, dan betaal je geen €9,99. Dan betaal je €7,99. Dus dan gaat er €2 vanaf. En dan zeg je dus dat je de combi deal wilt van het blokje met de poezen en het bijpassende knipvel. Ik ga dadelijk eerst nog even een ander poesje knippen, want die komt hier nog aan de voorkant. Deze staart, die kan hier inderdaad ook nog wel even tussen. En dan ga ik zo eerst even met deze aan de slag. Kijk, dit is die leuke spotlight die ik jullie liet zien. Daar hebben we er niet heel veel meer van. Daar heb ik hem neergelegd. Oh, hier. Een standsmal met een boompje, hekje, autootje en een poes. Ook met 50% korting. Van €9,99 voor €4,99. Dat zijn de laatste die we nog hadden. Kijk, ik ga hier lekker gewoon zo het boompje tussen proppen. En ik dacht, zal ik het boompje met groen doen? Maar ik denk, ja, dat matcht helemaal niet bij mijn papier. Dus ik heb lekker gewoon het wolpatroontje ook voor de boom gebruikt. Kijk, boompje komt hier.
En dan wil ik straks ook nog een boompje aan de voorkant natuurlijk gaan verwerken. Er zit hier ook nog zo'n leuk hekje bij. Die is ook wel leuk om hier zo te plakken. Zo'n heel klein snoezelig hekje is. Het hekje is een stukje kleiner weer als die van Kraftlab. Ik heb een hekjes- en een bomentik. Dat hebben jullie misschien ook wel. Dus als je het spotlightartikel wilt bestellen, dames, dan geef je aan dat je de spotlight wilt met het boompje en het hekje. Van €9,99 voor €4,99. En dan weten onze dames hier wat we bedoelen. Ik denk dat Karen meteen de tikkies mee aan het lopen is. Nou, de hekje dat past hier helemaal bij. Kijk nou hoe leuk. Hoe snoezelig dat daar hekje is. Ik hou helemaal niet van poezen, maar dit vind ik ook wel weer een heel leuk kaartje om te maken, moet ik zeggen. Ik had die boom 2 keer even gestanst. Want dan ga ik zogezegd de blaadjes uit dat wolpapiertje doen. Dus knippen we de stam van de boom knippen we er even af. En dan gaan we hem op elkaar plakken. Oh, dames, ik heb zoveel nieuwe leuke spotlightartikelen voor jullie ingekocht. Ik krijg ze niet aangesleept, dus wij blijven gewoon lekker inkopen. De groothandels zijn er blij mee natuurlijk, dat wij hun oude voorraad opwerken. Maar deze is toch ook gewoon weer hartstikke leuk. Ik ga eerst nog een poesje knippen, want ik moet even kijken hoe ik dat boompje dan ga verwerken. Nou, op dat knipvellen, dames, daar zitten echt mega veel poes op. Dus je kan echt, naar hartelust kun je ook weer knippen. Ook met van die slingers eraan en hier van die slingers met lampjes. En dus het losse knipvelletje, die heet Miauwie Christmas, Miauwie Catmus. Ik zeg het fout. En dat knipvel is €1,99. Oh, hier heb ik er ook weer een met zo'n hartje aan zijn muts. Dus die wil ik dadelijk aan de voorkant op mijn kaartje nog zetten. Knippen we deze natuurlijk eerst even netjes uit. Ja, als je een spotlight wilt bestellen, dames, zet dan wel even de omschrijving erbij. Anders weten onze meiden niet wat je bedoelt, want we hebben eigenlijk altijd wel een paar spotlights lopen. Wat ik ook al eerder zei, de spotlight met de etagère, die is dus niet meer leverbaar. Dus we moeten daar echt een hoop mensen in teleurstellen. Ik kan alleen maar zeggen, bestel op tijd als je een leuk spotlight artikel ziet. Want het is altijd een tijdelijk artikel. Kijk, dat boompje ga ik hiervoor zetten. Dat wordt toch helemaal leuk. Kijk, en dan valt dat poesje ook weer zo'n beetje achter die boom. Dat mag best. Dan ik hier weer een dikker stukje foam achter gaan zetten. Want die mag best wel een beetje eruit knallen. Hier dus weer. Ze zijn ook makkelijk te knippen, de poesjes, dames. Dat kan eigenlijk iedereen wel. Nou, Wilma, ik denk dat de meiden wel weten wat je bedoelt, toch? Maar het is inderdaad Miauwie Catmus. In plaats van Christmas. Beetje met een knipoog weer. Kijk, deze komt hier. Met dat boompje. Kijk, zo krijg je dus al een heel gezellig tafereeltje, toch? Nou, we hebben natuurlijk ook nog een hele leuke stempel in het thema poezen. Dat is deze kleine van Kraftlab. Die hebben we ook in het thema thee, hè, zo'n kleintje. Ik zal regelmatig ook wat kleine stempeltjes maken met teksten, want dan zijn ze ook lekker betaalbaar. Deze stempelset van Kraftlab, die heet Miauw. Dus of je zegt, ik wil de tekststempel met de poezen van Kraftlab. Deze die kost €4,99. Nou, ik had hier al even het woordje miauw gestempeld. Gewoon lekker uit zwart. Die ga ik hier gewoon overheen plakken. En dan denk ik dat ik er al niet zo heel veel meer bij ga doen. Want anders vind ik het zonde van mijn patroontje van mijn mal. Dan zie je daar helemaal niet meer. Kijk, zo heb je toch al een heel gezellig poezenfeestje. Maar ik vind het dus altijd leuk als de plaatjes dus weer matchen bij het designpapier. Nou, dit is dus die nieuwe mal die ik gebruikt heb.
Dat is de Stitched Square. Dat is de nieuwe van Kraftlab die uit gaat komen. Die komt dus pas 24 november. Mag je wel al in pre-order bestellen. 19,99 is de nieuwe mal. En dit was ook die handige EZ tape runner, hè, dames. Die ik gebruikte om te plakken. Die is 19,99. En dan ga ik lekker even met jullie de winkel in. Want we hebben echt alweer heel veel verbouwd. Dus ik zal deze knipvelletjes meteen meenemen. Het knipvel is dus Miaoui Cadmus. 1,99 euro als je die wilt bestellen. Die zetten we netjes even terug in het rek. Nou, we hebben inmiddels alweer veel gedaan in de winkel, hoor. Kijk maar eens eventjes. We gaan dus alles iets meer op merk hangen. Dus we hebben hier al een heel rek gemaakt met alles van Studio Light. Studio Light heeft nu natuurlijk heel veel basisartikelen. Allemaal in die mooie mintgroene verpakking. Dus ik vind dat wel heel chic hoe dat zo allemaal bij elkaar hangt. Nou, ik kan wat dingetjes laten zien. Als je iets anders wilt zien, moet je het ook maar even aangeven. Dit is natuurlijk het schaartje, het nieuwe schaartje van Studio Light. €3,99, die is super populair. Nou, dit zijn de nieuwe inkt, hè, waar ik mee gewerkt had afgelopen zondag. Die komen natuurlijk vandaag weer binnen, want die zijn natuurlijk alweer geplunderd door jullie. We hebben hier ook nog een hele hoop basismallen van Studio Light, waar we er echt maar een paar meer van hebben. Deze zijn ook leuk. Dit zijn van die Essentials malletjes. Met van die soort lichtbakken met letters. Dat ken je wel, hè? Dat zie je ook op bruiloften en zo. En het is heel leuk om hier dus de kraftlampjes van Studio Light achter te gebruiken. Maar deze kunnen we ook niet meer bijbestellen. Dit is de stans met het woordje high. High die high. 8,99 is die. En die stans dus die gaatjes. Dus als je daar de kraftlampjes achter doet, krijg je een heel leuk effect. Dat is de laatste. Ik heb hem ook nog met het woordje yes. Yes, I do. En die is ook €8,99. Dan hebben we ook nog deze leuke framepjes. Is trouwens ook leuk om bijvoorbeeld die pushes van Miaoui Cadmus gewoon in te verwerken. Kun je een beetje hetzelfde mee doen, hè? Zo'n klein lijstje. Deze die heet Scalloped Shape, als je die wilt bestellen. En die is €7,99. Kijk, en hier hebben we ook alles van Nature's Dream ook gehangen. Dit zijn trouwens de kraftlampjes, hè, van Studio Light. We hebben twee verschillende soorten. Dit zijn die fairy lights, dus er zijn eigenlijk heel veel lampjes op een slinger. Die had Anouk ook gebruikt. En dit zijn de kraftlampjes. Dan heb je gewoon drie lampjes die je echt op een specifieke plek dus kunt positioneren. En er zitten altijd al batterijtjes en zo bij, dus dat hoef je niet meer te doen. Je hebt hem dus inderdaad compleet. Nou, dit wordt ook allemaal nog vandaag aangevuld. Allemaal extra schutmateriaal weer van Studio Light. Dus dan krijgen we hier een heel chic rek. Dus wil je iets van Studio Light, dan duik je voortaan dus deze hoek in. Dat is dus de oude hoek waar we eerst Dutch Doobadoo hadden hangen. We hebben ook het nieuwe stansmachientje van Studio Light op voorraad, hè, dames. Die Inemini, dezelfde als van Heavy Doodle. Ik zei al tegen George, het voordeel is alleen, hier zit ook nog een embossing matje bij. Daar zat er bij Heavy Doodle niet bij. Amerikanen die doen niet aan embossen, zeg ik altijd. De stansmachine van Studio Light is €59,99, de mini, als je die wilt bestellen. Ja, Wilma, en we hadden veel leuks laten zien, hè, met die Kraftlab markers. Onze meiden hadden de techniek van Linda van Son, zondag natuurlijk, in de spotlight. Dus daar hadden we een hele leuke Insta-hop mee. Met pure alcohol, of 97% alcohol. Ik zal die flesjes dadelijk ook laten zien. De losse Kraftlab markers, die zijn €4,99 voor een setje. Shop je alle zes de sets, dan betaal je 15% minder. Dus dan voor €25,99 heb je alle Kraftlab markers. En die techniek die heeft Linda zondag dus ook live gedaan bij in de Kraftlab groep. Daar heb je dus pure alcohol voor nodig. Ga ik even aan Karin vragen wat die kost, Karin? Karin? Wil je even een prijsje opzoeken, alsjeblieft? Van die pure alcohol.
Wil je van die pure alcohol wat die kost? Nou, Karin gaat even kijken. Maar je hebt dus die flesjes met 97% alcohol heb je erbij nodig. En dan ga je lekker aan de spetter. Ja, ik zag beter dat je er ook al lekker mee aan de slag geweest was, hè? Dus je hebt de Kraftlab alcoholmarkers nodig. En ja, dankjewel. En een flesje pure alcohol of 97% alcohol. Die hebben wij natuurlijk ook in de winkel. Dan ga ik even mijn kaartje van zondag laten zien. Want zondag ben ik dus ook al met de nieuwe inkten van Studio Light aan de slag gegaan. Ze zitten echt vol pigment, zijn echt super tof. Ik had dus alleen pas de blauwe set had ik gebruikt, maar ik had er dit stoombootje mee gemaakt met Beertje Ted erin. De nieuwe randjes. George had ook zoiets van, ja, we hebben toch al randjes, ja, dat weet ik. Maar deze zijn toch weer net anders, want alleen al voor dat golfje zou je hem al kopen, toch? En hierboven heb je dus die wolkjes zitten er ook in. Dat is deze Slimline Border Set van Car Deco. Oh, ik wil gelijk naar het verkeerde rek lopen. Jeroen heeft hier ook alles verbouwd. Ja, wij zijn helemaal de weg kwijt. Dus zullen jullie ook wel helpen hebben. Maar dat is juist goed, hè, dames. Want dan zie je weer alle, van alles nieuws. Kijk, Jeroen heeft hier ook Kraftlab weer wat breder gehangen. Want er komen natuurlijk nog de nodige collecties aan dit jaar. Dus er is weer een metertje Kraftlab is erbij gekomen. Deze randstandjes van Car Deco met het gras, de golfjes en de wolken. Die kost €16,99. En ik had het zondag ook al even laten zien. Hè. Kijk, zie je het verschil in wolkjes? Dit is dus het fijne wolkje. Die van Kraftlab zijn een beetje grover. Dus eigenlijk heb je ze gewoon allebei nodig, dames. €16,99 is die randstans. En dan had ik natuurlijk die super te gekke bons met de sterretjes voor gebruikt. Dat is een nieuwe van Vase. Een magnetische bons, die kun je dus zo loshalen. Heb ik jullie in het filmpje ook laten zien. Dan kun je dus op ieder gewenst plekje op je papier kun je dus bonzen. Hij vindt zichzelf. En de Vase pons met de sterretjes, die is €19,99. Hele leuke. Ik had er ook de Skyline van New York al meegemaakt. Dat was mijn probeerkaartje. Daar heb ik ook het Bella Lulu knipvelletje USA bij gebruikt. Dat is deze. Dat is een knipvelletje ook weer voor €1,99. Ook met bijpassende leuke teksten trouwens. Tedje die zit in de stoomboot van Kraftlab. Die is ook afgelopen release is die uitgekomen. Stoombootje of een zeilbootje, net wat je er zelf van wilt maken. €11,99 is het bootje van Kraftlab. En Beertje Ted, die kennen jullie wel, hè? De zak van Sinterklaas en het Pietenmutsje, dat is een Sint-accessoire set. En die is ook van Kraftlab en die kost €11,99. Dat is deze. Daar zitten allerlei leuke Sint-artikelen zitten daarin. En die Skyline hier, die had ik natuurlijk gemaakt met... Karel loopt ook al de verkeerde kant op. Wij zijn helemaal de weg kwijt. Erg, hè? Hé, maar dat is goed, hè? Hebben de klanten er ook aan, Karin? Dan denken ze, oh, ik zie iets heel anders. Zaterdag zei ook al iemand, ik ben helemaal de weg kwijt nou hier. Sorry, maar we hebben alles omgegooid, dames. Deze stand van Kraftlab, die heet Winter Wonderland. En daar zitten dus die huisjes in en de bijpassende boompjes. Het is leuk om een winterlandschapje te maken. Dat zie je ook op de achterkant van de verpakking. Maar ik had hem hier dus lekker als Skyline gebruikt. Zie je hoe gaaf dat die inkten zijn, hè, van Studio Light. Ze zijn echt wel vet. En er zit dus veel meer pigment in als de druppelinkjes die we eerst hadden. En je kan er dus lekker op kliederen met water. Ja, zou Lin dat Jeroen ons aan het uitlachen is? Daar geloof ik niet, hoor. Dat zou hij nooit doen. Hij weet wel waar alles hangt. Dus, maar dat is ook wel eens goed, hè. Houd je een beetje scherp, hè. Poesje Oliver, daar vroeg iemand vanochtend natuurlijk ook alweer. Die zit natuurlijk ook in de laatste release. Ja, we willen eigenlijk wel een platte grond aan Karin met een looproute. Dat is een goed idee, Patricia. Of wegwijzerborden, zegt Karin. Poesje Oliver, die is €12,99. Kijk, die kun je natuurlijk ook weer in het nieuwe bootje zetten zoals Myrthe hier gedaan heeft. Dat is ook heel snoezig.
En dit is trouwens ook de nieuwe ronde cirkelstans van Kraftlab. Dat is de basismal die afgelopen maand uitgekomen is. De ronde cirkelstansen, die zijn €19,99. We gaan gewoon, Angela, net als bij de IKEA, weet je wel, dat je maar één kant op kan lopen, maar dat je wel heel de winkel moet hebben. Oh, dat vind ik altijd zo irritant daar. Dan weet je eigenlijk bijna dat je achteraan moet zijn, maar je moet wel heel die winkel door met die pijlen. Je kan verder geen kant op. Hier nog even het bootje. Die heeft Gerlinde ook gemaakt. Met ons vissertje erin, met Beertje Ted. Dus dat bootje, dat kan als zeilbootje, maar dat kan dus ook als stoomboot voor de Sint. Net wat je zelf leuk vindt. Ik loop even naar dat Find-It-rek toe, want daar ben ik ook happy mee, want die is echt leuk geworden. Ik heb ook heel veel stempeltjes bijgekocht. Heel veel kleine standjes. Al die kleine standjes, die zijn €2,49. Ja, ik laat er gewoon even een paar zien. Als je iets speciaals wil zien, dan roep je maar. €2,49 voor al die leuke standjes. Dit is dus een aankleed setje met Santa. Dan is er een klein sleetje. Een rendiertje. Deze is ook leuk. Die globe. Deze gaat ook altijd hard. Gingerbread poppetje of een koekmannetje. Ik had ook nog nieuwe besteld. Deze is ook mooi. Dat zijn van die drie van die vogels. Als je bijvoorbeeld een condoleanskaart wil maken. Ik denk dat is ook wel een hele chique. Als je dit dan uit zwart bijvoorbeeld stand. Ja, je zag zeker een koekmannetje, Sissy. Dat is deze. En al die kleine standjes zijn dus allemaal maar €2,49. Dus lekker betaalbaar. Dit is het rendier met de slee. Dit is ook een heel schattig raampje. Kijk dan. Een raampje met van die sneeuw eroverheen. Ik heb een setje met een wollen muts met wandjes. Ik had een klein iglootje. Ik denk die iglo, die kun je ook weer leuk combineren met... Waar hangt die stempel? Kijk, bijvoorbeeld met dit soort kleine stempeltjes. Hè, dat past daar ook weer prima bij. Ja, we zijn er niet helemaal klaar hoor, Angela. Maar we zijn al wel een heel eind. Dus we gaan nog even gassen ook vanmiddag. De stans van de klok van Car Deco, dat is ook een populaire. Kun je zelf de wijzers zetten op de tijd die je natuurlijk zelf wilt. En dan had Joyce natuurlijk vorige week al die tekststempeltjes al gebruikt. In haar live. Maar ik heb nog veel meer leuke teksten ook gekocht. Ik weet alleen niet wat die stempeltjes kosten. Karin! Karin of Joyce? Weet jij wat die stempeltjes van Car Deco kosten? Al die stempels. Nee, er zit er nog geen kaartje achter. Ik ga alle teksten al even laten zien. Karen roept zo even wat ze kosten, dames. Want er zitten heel veel nieuwe bij. Kleine tekststempeltjes dus. Allemaal met Nederlandse teksten. Ik heb van harte veel geluk. €2,99. Oh, echt. Ik dacht dat ze €4,99 waren. Ze zijn maar €2,99, dames. Dus echt super betaalbaar. Ho, ho, ho hebben we ook met van die leuke ijskristallen. Dan heb ik goede feestdagen. Dat is weer eens wat anders, hè? We hebben voor een babykaartje hebben we een kleinkind. Met van die babyvoetjes erbij. Dan hebben we deze al Joyce vorige week gebruikt, hè? Dank je wel. En we hebben geef nooit op. Dan hebben we deze voor opa en oma. Dit is ook een leuke. Houd vol. We hebben een nieuw huis en we hebben dikke knuffel met van die leuke hartjes erbij. Dan hebben we een stempelset met het woordje zwanger met zo'n... zeg het eens, dames. Een sluitspel erbij. Schitterend nieuwjaar met van die sterretjes. Oeps, vergeten. De beste wensen met een beetje vuurwerk erbij. We hebben beterschap met zo'n leuk bloemetje. Oud en nieuw, vind ik ook leuk. Sterkte. En we hebben een gezond nieuwjaar. Dus deze hebben we lekker ruim op voorraad. Zijn super betaalbaar. Dus al die kleine standjes zijn €2,49. Die kleine stempels, die zijn allemaal €2,99. Deze, die waren, hoeveel waren die ook weer? €4,99. We hebben
van Car Deco. We zaten te denken van gaan we nou het merk bij het merk hangen of basis bij basis. We gaan voortaan toch merk bij merk houden. Dus als je iets van Car Deco ook in basis zoekt. €2,50. Of €2,50 zijn deze. Dan vind je het dus ook aan het Car Deco rek. Dus dit zijn die lijmflesjes, hè, met die dopjes die je erop kunt doen. Twee flesjes voor €2,50. Zal ik even opzij gaan? Kun jij hier. En we hebben ook dat hobbyjournaal schaartje. Hier zit een sluitertje overheen. Maar dat is zo'n klein schaartje met een heel scherp puntje. Voor die dunne knipvellen, zo gezegd, om die te knippen. Het hobbyjournaal schaartje is €2,99. En deze hebben we ook voor de mensen die van borduren houden. Dat is een prikpen. Die is ook van Car Deco en die is €1,99. Nou, dan hebben we heel die release van Anna hebben we al een heel eind aangevuld. Er zijn trouwens ook weer nieuwe. Want deze zijn nieuw. Hadden we die beer ook al binnen? Of bleek de beer, die zal wel eerst bij het hobbyzine zitten, denk ik. Ja, zo is het meestal. Dus dan krijg je de. Want volgens mij komt van de week het hobbyzine uit. Bleek de beer, dat wordt het nieuwe diertje van Anna. Dus die kan je dan nog niet loskopen. Dat zal volgende week pas zijn. Ik zal even kijken of dat we het hobbyzine al kunnen bestellen. Maar bij Bleek de Beer hebben we ook nieuwe kleine stansjes weer van Anna. Alle stansjes van Anna zijn altijd €4,50. Deze die heet Forest Trees. Een kerstboom en eigenlijk een beetje een herfstboom. Dan krijg je deze huisjes. Kijk hoe snoezig dat die zijn. Van die kleine mini huisjes. Die is nieuw. En deze is ook nieuw. Die komt ook bij Bleek de Beer. Dat is zo'n cave, oftewel een grot. Die is ook nieuw van Anna. En deze die hadden wij zelf ook nog niet in het assortiment. Die hebben we nu wel. De visserset. Met een hengeltje en een krabje. En zo'n octopus zit erin. En visjes. En dan zo'n heel klein schattig golfje zit erbij. En we hebben deze, die ijsschotsen. We zitten alleen nog op die pingwing te wachten. Maar ik denk dat die vandaag komt. Dit zijn de ijsschotsen. Dan hebben we zo'n thermometer. Die hoorde ook bij die serie van die pingwings. En we hebben deze ijskoelkar. Die vind ik ook leuk. Nou, dan hadden we ook deze serie maar even helemaal aangevuld. Want ze hebben natuurlijk die basismal van die globen. En daar passen al die ronde stansen passen erin. Dan kun je eigenlijk een beetje alle seizoenen kun je daarmee maken. De globe die is €9,99. Deze durf ik eigenlijk weer niet te zeggen. Ga ik dadelijk wel weer even vragen. Maar je hebt dus voor in die globe heb je dus de sneeuw. Dan heb je die grasjes. Kijk, dat is superleuk. Judith had daar ook leuke kaarten mee gemaakt. Natasha, ik denk dat Anna Design onder, volgens mij onder merken en dan Anna Design of Car Deco, een van de twee. Dit is het gras. Dan hebben we water, dus met golfjes. En we hebben deze, die Christmas trees. Kijk, daar kun je dus zo leuk in laagjes kun je dat opbouwen in die globen, hè? Dan hebben we voor in de globe hebben we een zonnetje. We hebben de maan met sterretjes. Dat is ook een hele leuke. Ook leuk als je dat weer met inkt doet. En dan hebben we ook zo'n soort berglandschapje. Dus de mountains. En we hebben voor in de globe het regenpatroontje. Dat is deze. Nou, verder is er nog van Anna. Dit is een van de laatste die ook uitgekomen is. Deze set voor Halloween. Met zo'n spinnenwebje en een klein spookje en dan een zwarte kat. En het bijtje is er ook weer. Dat is ook een hele leuke. Dat is deze. Nee, ik denk dat het onder Car Deco staat, Natasja. Maar ik weet het niet zeker. Joyce komt daar zo wel eventjes op terug. Nou, dan gaan we zo weer uit de lucht, want we gaan dadelijk alles klaarzetten voor Nathalie. Want Nathalie is er natuurlijk om 1 uur. Dan komt zij ook weer een hele leuke online workshop geven hier in de winkel. Doet ze samen met Joyce, dus dat is na de boterham. We zijn het Marianne-rek ook al een beetje aan het verhuizen. Er zijn heel veel mallen waar we er maar één of zo meer van hebben. Ook bijvoorbeeld deze.
Die leuke craftable stands met het randje met de sterretjes. Dus ook een hele leuke €6,99. Als je iets voor een mannenkaart nog zoekt. Dit is een craftable stands met een dobber. Of meerdere dobbers en zo'n vishaakje. €4,99. Dan hebben we deze ronde standsmal van Marleen. Met de tekst prettige. Nee, het zijn fijne feestdagen. Daar passen de ronde blissels ook weer in. Hè. Van Marianne kun je een shakerkaart mee maken. €12,99 is de ronde stans. En we hebben deze leuke stans met die ster. Dat is zo'n hele hippe ster. Kun je ook weer poppetjes uit laten piepen. Dat is ook een heel leuk effect geeft dat. En dan zal ik hier ook nog gauw even trouwens wat van Anouk laten zien. Nogmaals dames, de etagère met de macarons. Die was echt... Binnen no time was hij uitverkocht. Dus daar moeten we echt heel veel mensen in teleurstellen. Anouk had dat natuurlijk ook superleuk gedaan met het vlokken. Karen, wil jij nog even kijken wat die ronde standjes van Anna kosten? Want dat staat er ook niet op. Ja. Dan kan ik dat nog even zeggen tegen de mensen die bij de Globe horen, weet je wel? Ja. Hier heeft ze het vlokpoeder voor gebruikt. Dat vlok is hier ook echt een hit. Dat zijn die losse potjes met dat fluweelachtige poeder. Wat je dus op een sticky sheet gewoon aanbrengt. 6,99. Ja, dan loop ik er daar nog even naartoe. Dankjewel. Kijk, en Anouk had het hier met die macarons gedaan. Maar je kan het natuurlijk op allerlei gestanste deeltjes kun je het natuurlijk doen. Denk je van nou, ik wil alle 12 de kleurtjes van het vlok. Dan gaat er 15% korting gaat er vanaf. Dus de etagère heb ik niet meer. Het vlokpoeder heb ik nog wel natuurlijk. Nou, dan loop ik nog even terug. Laat ik jullie even die prijzen nog zien. Ik had even die rondjes. Al deze ronde standjes dus die bij de Globe van Anna horen, die zijn €6,99. Nou, ik ga weer uit de lucht, dames. Ik ga mijn kaartje nog even op de foto zetten. Ik dank jullie weer voor het kijken en ik zeg tot het volgende rondje. Doeg!